Ik ben Anne Nijs en ik ben voorzitter van Groei en Bloei, afdeling Almelo en omstreken. We hebben een hele brede afdeling, niet alleen in Almelo, maar ook in Wierden, in Vroomshoop, Vriezenveen, Langeveen tot helemaal aan de grens Manden. Een hele actieve vereniging, we organiseren van alles en we organiseren deze fair voor de tweede keer. Anderhalf jaar geleden bij de dieren van de kinderboerderij. En dit keer dus in het Beeklespark. Ik vertegenwoordig de KNNV, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. En wij zijn actief in het onderzoek in het veld rondom Almelo. Waaronder een onderzoek wat ik doe in de Doorbraak, een nieuw gegraven beek in Twente. En daar ben ik op zoek naar amfibieën, kikkers en salamanders in de poelen die daar speciaal voor gegraven zijn. Ja, ik heb allerlei waterdieren meegenomen, zoals mensen ze ook wel kennen vanaf de oude schoolplaten die hier achter u hangt, van Koekoek. En het is om te verwonderen van wat er allemaal in het water leeft en het een beetje zichtbaar te maken voor iedereen. Sta jij hier? Nou, ik sta hier met de kraam van Bijzonder Buitengewoon. En dat is samengesteld uit bij. En dat zijn bijen zonder chemie. Die moeten nog komen, maar dat is allemaal in aantocht. En buitengewoon, omdat ik het heel gewoon vind om buiten te werken. En om groenten te kweken. Dus dat is de combi. En het is een pure hobby dingen. Maar het is gewoon hartstikke leuk om hier op de lenteveer te staan daarmee. Het is allemaal zonder gifstoffen en zonder kunstmest. En als je dat biologisch wil noemen. Ja. En alles buiten en op natuurlijke basis. Ja. Nou, wat ik heb is bijvoorbeeld palmkool. En ik heb cilinderbiet. En ik heb een reuzenradijs die echt zo groot wordt, zonder dat hij dan van binnen voos is. En wat heb ik nog meer? Ik heb quinoa en tatsoi. Maar ik heb ook hele gewone sla hier erbij.